Het lijkt of we nooit anders hebben gedaan. Boodschappen doen verplicht met een winkelwagentje. De gedachte was dat 1,5 meter corona-afstand houden daarmee makkelijk zou zijn. Maar niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt dat klanten met winkelwagen even dichtbij komen als klanten zonder karretje. Ik vind ze best handig, die karretjes, want dan kun je de mensen een beetje op afstand houden. Maar ja, toch lijkt dat niet te werken. Tenminste, dat is uit onderzoek gebleven. Waarom werkt het eigenlijk niet? Omdat niet iedereen precies zo netjes achter een winkelwagentje blijft lopen zoals u dat op dit moment doet. Ja. Oh, de praktijk is weer barstiger. Consumenten laten winkelwagentjes ook wel eens gewoon in een pad staan, lopen er dan weer vandaan, lopen aan de zijkant van het winkelwagentje, lopen aan de achterkant van het winkelwagentje. De test is gedaan door de Universiteit van Amsterdam in een supermarkt in Veldhoven. Allerlei coronamaatregelen in de supermarkt werden tegen het licht gehouden. Het winkelwagentje blijkt niet te helpen, het winkelmandje blijkt niet te helpen. De consument doet het uit zichzelf. En de contacten die er gemaakt worden, en dat is natuurlijk wel een hele prachtige constatering, die zijn gewoon heel kort. Het zijn hele korte contacten als er al een contact is. Er komt een keer iemand langs je en die pakt het product in het pad waar jij staat. Ja, dan is de kans op besmetting heel klein. Minimaal. Dus een winkelwagentje maakt het niet veiliger. Dat wat zin heeft, heeft zin. Dat moeten we doen. Maar dat wat geen zin heeft en waar we wel last van hebben met z'n allen, ja, als we daar vanaf kunnen, moeten we er vanaf. Zeg, inrichting verkeer, daar had u ook totaal even. Zinloos. Totaal zinloos. Onderdeel van de proef was zelfs belonen. Zo kregen klanten die zich aan de regels hielden bij de kassa een pakje koekjes. Maar ook die beloning zou op de lange termijn geen zin hebben. Omdat men steeds meer verwacht. Het onderzoek bevestigt wat we eigenlijk voelden en dachten. Ja, dat best meevalt in de supermarkt. Dat best meevalt, ja. Gelukkig maar.